welkom bij de intro van de evenwijdige projectie. Eerst en vooral, wat is een projectie? Wel, als lichtstralen uit een lichtbron op een voorwerp vallen, dan zorgen zij voor een schaduw. En die schaduw noemen wij een projectie. Er zijn eigenlijk verschillende soorten projecties. Je hebt de evenwijdige projectie, zoals die dat je momenteel voor jou kan zien staan. Omdat de zon zo ver weg is, zeggen we dat die zonnestralen evenwijdig lopen. Nochtans komen uit één punt, maar die bereiken de aarde in rechten die nagenoeg evenwijdig zijn. Dus dat noemen we de parallelle of evenwijdige projectie. Er is nog een andere soort projectie, namelijk die bijvoorbeeld die uit een straatlamp komt. Ja, dat noemen we de centrale projectie, maar daar gaan we het voorlopig niet over hebben. We gaan ons voorlopig enkel concentreren op die evenwijdige projectie. Nu, in de wiskunde hebben we daar een notatie voor. Wij gebruiken het symbool P. En daar staat een kleine letter A bij, een kleine letter B bij. Dat zijn rechten. Tussen haakjes staat een hoofdletter. Dat gaat een punt voorstellen. Is gelijk aan A-accent. Ja, die A-accent, dat kennen we van bij de transformaties. Dan noemen we het beeld. In dit geval het projectiebeeld of de schaduw in principe. We hebben dus een puntje A. En die rechte A, wat stelt die nu voor? Wel, dat is de projectieas. Dat is daar waar we op gaan projecteren. De rechte B, dat is de projectierichting. Je kan je dat voorstellen als de zonnestraal. En we gaan dus dat puntje A op die manier gaan projecteren op de projectieas. En dan krijgen we dus het beeld of het projectiebeeld. Hoe gaan we te werk? Wel, we nemen onze geodriehoek. We draaien onze geodriehoek en we leggen die gelijk of evenwijdig met onze projectierichting. En we zorgen ervoor dat de onderkant van onze geodriehoek door het punt A loopt. Dan tekenen we een stippenlijn die evenwijdig loopt met rechte B, zodat we ook een snijpunt krijgen van die stippenlijn met rechte A. En dat snijpuntje, dat duiden we aan. Dat punt noemen we het projectiebeeld van punt A volgens de projectie P. In het volgende voorbeeldje gaan we een lijnstuk projecteren, lijnstukje AB. Deze keer is de rechte B onze projectieas. Dus je moet altijd echt heel goed die notatie bekijken. Hetgeen dat onderaan staat, dat is de projectieas. Daar ga je dus op projecteren, maar dat moet niet altijd onderaan zijn. Dat kan even goed zijn dat die rechte B dat die bovenaan ligt op je tekening. Ja? Maar daar ga je dus op projecteren. Daar moet je beeld op komen. Je hebt dan je rechte A. In dit geval is dit de projectierichting. En wij gaan dus dat lijnstukje gaan projecteren. Net zoals we dat bij de transformaties ook hebben gedaan, gaan we enkel gebruik maken van de grenspunten. Dus we gaan eerst puntje A gaan projecteren volgens projectierichting A op projectieas B. We nemen dus onze geodriehoek en we leggen die gelijk met onze projectierichting. We verschuiven die en we maken gebruik van de evenwijdige lijntjes totdat we tegen het puntje A komen. We trekken in potlood een stippenlijn. En het snijpunt van onze stippenlijn met de rechte B, met de projectieas, noemen we A-accent. We schuiven dan door naar puntje B. We zorgen er nog altijd voor dat we mooi evenwijdig liggen. En dat snijpunt noemen we B-accent. Dan kan de geodriehoek weg. En dan gaan we dus het beeld, ons projectiebeeld, lijnstuk A-accent, B-accent, gaan we gaan aanduiden met een groene lijn. Dat is dan onze uitkomst. In de volgende opdrachten gaan jullie onderzoeken wat er juist gebeurt met de lengte van lijnstuk AB. Je gaat onderzoeken of dat het beeld van een lijnstuk, is dat effectief ook altijd een lijnstuk? Wat gaat er gebeuren als je een driehoek of een cirkel projecteert? En dit doen we allemaal ter voorbereiding van de stelling van Thales. Veel succes!